wie hier dit verwachtte? Ik net. Nooit. Yves Zwaringshoes Mekkema staat in Kalm, wie van een midje de opening van een bijzondere foto-expositie Noorderbreedte viert de vrijheid. De verhalen achter de foto's binnen bondelen in een boek en het eerste exemplaar waard van een midje hoe lange onder 93 jaar van Tjitske Sprinsma. Alsjeblieft. De meesten gaan dan hele grote herinneringen aan de bevrijdingstijd. En het binnen hele mooie verhalen, hele bijzondere verhalen. We van sommige heel kreinen binnen, maar ook hele blijde verhalen. De persoonlijke verhalen in het boek komen van bewenners van verschillende locaties van Noorderbreedte. In totaal worden er 44 verhalen verteld onder hand van foto's van de bewenners. Op de ene foto is het portret van hun en op de andere foto is een onting uit die tijd. Dus er werd een goed herinneringen hier of wat ze toen bewaren haar. En de bingwon die haar altijd voedings van die voedselbon bewaren. Er binnen een tas van mem van vroeger nog of zo wat heen. Dus heel bijzondere ding. Ek Tjitske Sprinsma had nog een soort herinneringen aan de bevrijdingsdag in 1944. Zij maken de bevrijding mei in Buren. Ja, dat is hartstikke mooi. En ze heeft het Engels en Zussen achter zitten. En toen weer het oran. En toen weer het jongensfeestje. Ja. Maar dat hebben we dan niet voor jou, je net kent. We hebben geen licht. We hebben niks. Dat en alles moest zuster. Het idee om deze bijzondere verhaal te vertellen trok een foto-expositie en een boek ontstief vorig jaar, toen de bevrijding precies 24 jaar geleden was. Neffens Marta Bielstra is het nu het goede moment om deze herinneringen met oren te delen. Nu ben er nog mensen die het erover vertellen kennen. En 25 jaar alleen. Dus de gemiddelde doet ze 15 jaar wie en die ben nu tussen de 85, 90 jaar. En we zijn nu kan ze het nog vertellen. En over 4 jaar ben er misschien hartstikke mensen meer die het erover vertellen kennen. En hoe mooi zou het wezen dat we dat in een boek vastlezen, zodat het ik voor het nageslacht bloot. Daar hoef ik net weer te beleven. Jola, maar daar komt prot achter wij. En als het een beetje een prot kwiet, die worden deerskappen. Dat is het leven wel goed. De foto-expositie reizigt een jaar lang langs de locaties van Noorderbreedte en eindigt op 4 mei 2022 in de Blokhuispoorten in Ljouwert.